Het was vrijdag de 13e. En het werd ook een horrordag voor een voorbijganger in Amstelveen in januari 1995. In het water bij complex Uilenstede ziet hij een plastic pakket. In een vorm die zo verdacht is dat hij de politie belt. Het is maar goed dat die voorbijganger niet zelf het pakket onderzocht, want er zit een in een laken gewikkelde vrouw in. Of liever gezegd, een deel van een vrouw. Haar hoofd, onderbenen en een arm worden nooit gevonden. En wie ze is, ook dat werd nooit duidelijk. Door nu een omschrijving van deze vrouw te delen in de campagne Identify Me, hopen Interpol, de Nederlandse politie en Opspoor en Verzocht dat dit slachtoffer haar naam krijgt. Ze is vermoedelijk op 12 januari om het leven gebracht, een dag voor ze werd gevonden. Mis jij misschien een vrouw die vanaf half januari 1995 opeens was verdwenen? Het enige dat we kunnen laten zien van haar is deze armband. Verder moet u zich haar voorstellen. Ze was vermoedelijk tussen de 20 en 35 jaar en moet dus geboren zijn tussen 1960 en 1975. Ze was tussen de 1,63 meter en 1,71 meter lang, had een lichte huidskleur en vermoedelijk donkerbruin haar. Verder vielen haar littekens op. Eén van een pokkenvaccinatie op haar bovenarm, eentje op haar rechter elleboog en één op haar linker dij. En ze had veel opvallende moedervlekken op haar bovenlichaam. De vrouw had korte nagels, mogelijk van nagelbijten, en nicotinevlekken op haar rechterhand. Dus ze rookte vermoedelijk veel. Een mensenleven moet meer waard zijn dan eindigen in een naamloos graf en één foto van je armband. Mis jij iemand? Help mee en deel deze oproep met zoveel mogelijk anderen.